Natuurmuseum. En het is in Friesland en we zijn nu onderweg daar naartoe. En we zitten met z'n vieren erin, in de auto. En mama is aan het rijden. Ja, daar zo. En ja, oh kijk, de zon wilt ook heel even op de camera. Een beetje fel, hè, zo. Zo, kunnen jullie mij bijna niet zien. Hey. Zo. Het is nog best ver rijden. Dus we zien jullie straks als we er zijn. Doei! We zijn aangekomen en ja, dit is nog maar de parkeerplaats. En we zitten nu onder het water. Daar zo is het water. Dus ja, we gaan nu er naartoe. Even de tassen natuurlijk even pakken. Dus ja, en dan gaan we. Dus als we daar naartoe aan het lopen zijn, ga ik weer verder filmen. Doei, tot zo. Daar zo is het water achter dat hek. Oké, we zijn er nu naartoe aan het lopen. Het water. Oké, en ja, daar zo is de hemel trouwens. En ja, we moeten weer eens wachten. Mijn vader heeft het ding niet aangezet. Oké, Wachten. Oké. En we gaan nu verder lopen. Zo. De mooie stoep. Wow, dit is echt vet. En hier ben ik aan het lopen. En we gaan nu naar iets. Kijk eens, een koe. Oh! Oh, dit is gewoon een soort van achter. Maar dan niet over de kop. Vis. Een meerval. Die staat volgens mij. Hou je mond aan. Ja.
kat. Dat is een haas. Haas. We zijn nu aangekomen in een sluis. Als straks de deuren van de sluis geopend worden, komen we van het zoete binnenwater in het zoute water van ons werelderfgoed, de Waddenzee. Een aantal vissoorten moet deze overgang van zoet naar zout water en omgekeerd ook maken. Ze migreren, heet dat officieel. Door de aanleg van dammen, stuwen, sluizen en gemalen hebben we deze vissoorten heel moeilijk, vaak zelfs onmogelijk gemaakt om hun natuurlijke trek te volgen. Zalm, steur en houting komen daarom in ons land amper meer voor. Tegenwoordig wordt er van alles aan gedaan om belemmeringen van de vismigratie op te heffen. Het grootste project op dit gebied is de vismigratierivier in de Afsluitdijk. De vismigratierivier maakt het voor de paling weer mogelijk om als klein glasaaltje met 100.000 soortgenoten na een lange zeereis het zoete water in te trekken en daar verder op te groeien. Om jaren later als volwassen palingen weer terug naar de Sargassozee te zwemmen. Een tocht van ruim 5000 kilometer. Vismigratie van zoet naar zout en andersom komt bij zo'n 15 Nederlandse vissoorten voor. Naast de soorten die we al noemden, zijn dat bijvoorbeeld ook de driedoornige stekelbaars, de bot en de spiering. Meegenomen in de onderwaterwereld. Ja. Heel mooi. Allemaal mosselen. En dat eten wij. Prachtig. Hebben ze dit gedaan? Ja. Allemaal oesters. Kijk, een rog. Ja. Kijk, een rog. Allemaal roggen. Ja. Oh ja. Een witte haai. Nee, niet. Hoi. Geen ding. Dat was een meeuw, Geert. Ja, ah, zie, die mevrouw zei al dat je...
Maar dat kan hoor, stel ik al land op. Want ik heb heel wat meegenomen. Ja, dat was mijn laatste reis. Koud, hè? Koud, verschrikkelijk koud. Die Indianen, die hadden lekkere warme schoenen. Ja, die hadden ze gemaakt van rendierenvel. Heerlijke schoenen, moccasins. Moccasins. Ik heb ons dat gekregen van hoe heette die man op het opperhoofd. Rappenbijl, dat was hem, ja. Rappenbijl, ja, prachtige kerel. Maar ik heb ze meegenomen, want ze waren toen veel te klein voor mijn grote voeten. Ja, dat zijn de kinderen. En die staan hier, moet je straks wel even kijken natuurlijk. Hè? Is dat een echte of een neppe elf? Een echte. Een echte? Een echte, wow. Kijk, hij is ja, moet je wel. Ella, kijk net, poep. Eeuw. Oh, wat is dat? Ik heb er niet in gestaan. Koningin. Kunnen jullie hem vinden? Zet de video op stop en zoek hem. Kom. Kijk, dit gebruiken ze voor als ze een bijenkorf gaan leeggaan met honing. Zo krijgen we honing. Kijk. Zo heb je ook nog. En hier. Dit is eerst. Zullen we nog even de koning bij laten zoeken? Nee, want de video kan gewoon op stop. Zoek de koningin. Welke denk jij dat de koningin is? Welke? Zet de video maar op stop. Kijk, dit is een bij eerst. Daarna dit. Daarna dit. Dit is een. Daarna dit. Daarna krijgen we hun oogje en de vorm. En daarna zo. En daarna
vleugeltjes en alles. Ja, dan is het erbij. En nu gaan we er weer uit. Deze kamer is heel erg leuk, maar dan moet je denk ik van de andere kant erin. Nee. Hier, neem hem mee. Ik kijk recht in een hoop, in een bek van de krokodil. Oké. Wow. Kijk, en hier zo is een neus van hem. Wat is dit? De neus. Het is een paard. Kijk, een hert, een rendier. En hier zo heb je een spelletje. Oké. Hé, hij doet het niet. Hij moet het even doen hoor. Ach ja, kom. En we gaan er weer uit. Oké. Nou gaan we hier kijken. Gaan bij de tandarts kijken. Oké. Kijk dan, wat mega. Een paard met een beugel. Is toch fantastisch. En een aap die een tand eruit heeft. En een haai die... weet ik niet. Oké, kijk deze megabotten. En kijk hoe klein deze is. Dat is van een spitsmuis. Kijk die dan. Oh, en deze is ook heel eng. Een aap. Okay. Zo, en dan gaan we door naar deze. Ah, gaan we niet naar kijken. En... twee tandartsstoelen, want die kunnen ook niet op. En deze. En dan gaan we. Maar wat is de. Is van de mammoet melk van dit? Kijk dan. Wow, ja. Oké. Okay. En we gaan nu. Wat vind je lekker? Maar wat vind ik lekker? Oké, we gaan hierin. Oké, wat is dit? Oké, we gaan op het knopje start drukken. Start. We gaan nu even op zitten. We gaan verder, want ja. En we gaan er weer uit. Wat ga je doen, papa? Oké, we gaan nu hier naar binnen in deze grot. Wow.
deze paard. Oké, okay, sorry, ik... Let alleen maar op de paard. Oh. Oké. Okay. Oeh, kijk dit. En hier weet ik niet wat er is. Kijk. Oh my god, we gaan hier snel weg. Uitrusten van de dag. En ik vond het echt super leuk. En ik geef het een dikke vette 10. Bedankt plus voor... zelfs. Oh. En, bedankt voor het kijken. Het is echt een aanrader. Oh. En bedankt voor het kijken. Dag!